Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 20 maart van Weerplaza. De astronomische lente is begonnen, maar de komende tijd hebben we te maken met vrij fris weer. Vandaag hebben we overwegend veel bewolking, met vooral in de zuidelijke delen van ons land wat lichte regen of motregen. Vanmiddag is dat ook nog het geval, terwijl het in het noorden soms opklaart. De temperatuur stijgt niet hoger dan 8 graden en daarbij waait een matige tot vrij krachtige wind vanuit het noordoosten, windkracht 5 langs de kust. Vanavond kraart het breed op in de noordelijke delen van het land. De temperatuur daalt dan naar 3 tot 5 graden. In het zuiden blijft het meest bewolkt en is het soms miezerig. Morgen veel zonneschijn in het noorden van het land. In het zuiden eerst nog een paar wolkenpartijen, maar ook later daar de zon erbij. Het wordt maximaal 10 graden en daarbij waait een stevige oostelijke wind. Die oostelijke wind maakt het voor het gevoel fris. Temperatuur op de zondag hooguit 9 graden. En ook de dagen daarna wordt het niet warmer dan 10 graden. In de nacht en vroege ochtend vriest het licht, maar de zon schijnt wel. Mijn naam is Diana Woeij van Weerplaza en ik wens u een fijne dag.